Dit filmpje behandelt de Nederlandse literatuur van 1900 tot 1940. Aan bod komen de schrijver en publiek, de doorwerking van romantiek, avant-garde invloeden, Martinus Nijhoff, vernieuwing van de roman, het tijdschrift Forum. De inhoud is gebaseerd op het lesboek Laagland. In het interbellum richten uitgeverijen zich steeds op hogere oplagen. Hierdoor is er sprake van de opkomst van de bestseller. In deze periode wordt er onderscheid gemaakt tussen publieksschrijvers die realistische romans schreven en eliteschrijvers. Verschillende ontwikkelingen kenmerken de Nederlandse literatuur van het interbellum. De doorwerking van de romantiek, maar ook aansluiting van de avant-garde. Dus zowel traditie en vernieuwing naast elkaar. De levensvatbare traditie van de romantiek leidt in Nederland tot de stroming van de neo-romantiek. Auteurs als J.J. Slaueroff en Arthur van Schendel hebben neo-romantische kunst gemaakt. De historische roman is een genre uit de historische romantiek van de 19e eeuw, die ook in het interbellum wordt gebruikt door bijvoorbeeld van Schendel. Aansluiting bij de historische avant-garde vinden we in de poëzie van Paul van Ostaijen en Hendrik Marsman. De literaire avant-garde stelde de autonomieopvatting van kunst centraal, waarbij de literaire tekst werd opgevat als een op zichzelf staand taalbouwsel. Van Ostaijen maakt in zijn poëzie gebruik van de dadaïstische collagetechniek door filmtitels, liedjes, reclames en klanken in zijn versregels op te nemen. Marsman schreef vitalistische poëzie, geïnspireerd door het expressionisme in de schilderkunst. Vitalisme was een verheerlijking van het leven. In zijn dichtbundel Versen uit 1923 zocht Marsman naar een geconcentreerde vorm van poëzie door zoveel mogelijk weg te laten en zich te richten op het uitdrukken van een innerlijke ervaring. Martinus Nijhoff is een van de grote dichters van de 20e eeuw. Zijn gedichten zijn meerduidig, complex en raadselachtig. Nijhoff huldigde ook de autonomieopvatting van literatuur. Hij gebruikte de metafoor van het Persisch tapijtje om duidelijk te maken dat een kunstwerk op zichzelf staat. Nijhoff had meerdere kanten. Hij zocht naar vernieuwing, de autonomie, maar weigerde de band met de traditie te verbreken. Zo gebruikte hij vaak de traditionele dichtvorm van het sonnet. In de eerste helft van de 20e eeuw was de psychologische roman populair. Dit genre wordt vernieuwd door de invloed van Sigmund Freud's psychoanalyse, waardoor er aandacht komt voor dromen, het onbewuste en stoornissen van personages. De film kwam op als concurrent van de dikke realistische en psychologische roman. De nieuwe roman zou de montagetechniek van film moeten overnemen, zonder gepsychologiseer. F. Bordewijk schreef dit soort nieuwe novellen en romans, zoals Blokken, Bind en Karakter. Het modernisme was een internationale ontwikkeling in de romankunst. Er worden beroemde Nederlandse en buitenlandse romans gepubliceerd die een beroep deden op het intellectueel vermogen van de lezer en vroegen om een zeer actieve leeshouding. Modernisten hadden intellectuele twijfel over de mogelijkheid dat de mens zichzelf en de werkelijkheid zou kunnen kennen. Op het niveau van de verteller in een roman leidt dit tot een subjectieve en zintuigelijke waarneming van de alledaagse werkelijkheid. Kenmerkend daarbij is de bewustzijnsstroom of stream of consciousness, de weergave van indrukken van buiten, herinneringen, associaties en ongeordende gedachten. In een modernistische tekst ligt de nadruk op de innerlijke wereld van een zich vervreemd voelend individu en niet op de weergave van een sociaal-maatschappelijke context. Ten slotte is er het invloedrijke, niet aan een zuil gebonden tijdschrift Forum, dat werd geleid door Menno ter Braak en E. Duperron. Zij drukten een sceptische houding en individualisme uit als intellectuele zelfverdediging tegen het collectieve en de massa. De discussie tussen Vorm en Vent concentreert zich rondom dit tijdschrift. Vorm is een afkorting voor de autonomieopvatting. Vent staat voor aandacht voor de levenshouding en de auteur achter en in het werk. Vorm was een uitgesproken voorstander van de Vent in de vorm Vent-discussie. Ter Braak en Duperron waren geëngageerde intellectuelen die zich keerden tegen het fascisme dat opkwam in de jaren 30. Beiden kwamen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland om het leven. Samenvattend, in dit filmpje is de Nederlandse literatuur van 1900 tot 1940 behandeld. Aan bod kwamen de schrijver en publiek de doorwerking van romantiek, avant-garde invloeden, Martinus Nijhoff, vernieuwing van de roman en het tijdschrift Forum.